Van woonvilla naar droomvilla wordt mede mogelijk gemaakt door Miele, Tizinia, Gardenlux en Bureau Buiten. We hebben dit huis gekozen eigenlijk omdat het was, ja, anders gingen we gewoon niet verhuizen. En nou ja, dit was dan het project wat ik dus zeker heel erg leuk vond. Ik liep door de tuin en ik dacht, wauw, dit is het. En nou ja, die hokkerigheid hebben we eigenlijk door met Tizinia te gaan samenwerken, is dat helemaal opgelost. En is ook zijn angst daarvoor weggegaan. Wekelijks nemen Bertram Terpstra en Pauline Joritsma je mee in de wereld van design, architectuur en interieur. Elke week een nieuw project, van bouw of verbouw. En een nieuwe uitdaging. Ontzorgen is het credo van Designia en kijkplezier dat van woonvilla naar droomvilla. Vorige week zagen we hoe er begonnen werd met de rigoureuze verbouwing van het nieuwe huis van Ingrid en Invar. Een huis dat bij de aankoop nog lang niet voldeed aan de woonwensen van het echtpaar. Nou, eigenlijk met de binnenkomst van het huis toen we gingen kijken, was het eigenlijk dat je ongeveer tegen de trap aanliep. En dat was nou juist de wens om een wat meer grotere entree te hebben. Eigenlijk, die hele hal werd geblokkeerd door die trap. Dus toen ik hier binnenkwam was mijn eerste idee, die trap eruit. En hier twee openslaande deuren naar een mooie kamer. En kijk eens, dit hoort ook bij deze woning, zo'n mooie hal. En de hal, inmiddels zonder trap, begint al aardig vorm te krijgen. De wanden zijn gestuukt en de vloeren zijn gelegd en gegoten. Daarnaast wilden we ook graag toch echt specifiek een wat mooie tv-kamer maken. Met uitzicht op de tuin. De grote woonkamer hebben we opgedeeld in twee grote ruimten. Dus we hebben hier hebben we echt de tv-kamer. En aan de andere kant hebben we hier dus een kamer gemaakt met een prachtige open haard, waar jij een heel specifiek idee over hebt. Ja, nou ja, en voordat we dan in een huis terecht zouden komen met alleen maar gietvloeren en stalen deuren, had ik zo van, nou, dat is allemaal prima. We gaan voor heel strak, maar ik wil mijn klassieke elementen terug in dit huis. Eigenlijk hadden we een heel plan klaar liggen, een lichtplan met spotjes. Want hij is vroeger ooit het spotjesmonster genoemd. En die moesten hier natuurlijk ook vooral in ledverlichting terugkomen. Maar toen kwam een ornamentenplafond naar voren. En toen dacht ik van, nou, dat is misschien wel leuk als je dat kan repareren. En dan hebben we een hele goede stukken doorgevonden. En die gaat dat echt weer helemaal goed maken. Alleen, het worden iets minder spotjes. Dus dan hebben we eigenlijk het beste van twee werelden. Een klassiek ornamentplafond met toch een ledverlichting erin geïntegreerd. Ook de bovenverdieping is ontdaan van de hokkerigheid. En dankzij de lichtstraat in een mooie, open ruimte veranderd. En aansluitend een mooie badkamer. Die er een paar weken geleden nog zo uitzag. Vorige week werd er in de badkamer van Ingrid en Invar een wastafel van Hymax geplaatst. Bertram gaat bij Rutger in de werkplaats kijken hoe Hymax wordt verwerkt. Nou Bertram, hier hebben we een van onze eindproducten. En ja, hier hebben we een wastafel met strakke vormgeving toegepast. Ja, ziet er super mooi uit, man. Ook eventjes een uitsparing voor je handdoek, zie ik. Wat ik ook heel mooi vind, is dat je niet zo'n lelijke afvoer ziet. Ja. Hoe hou ik dit schoon? Nou, dit kan je er gewoon uithalen. Dit klik je eruit. Maar goed, deze hebben we nu in die strakke en een wat kleinere vorm. Ik zie hier iets staan. Daar heb ik van jou van begrepen, dat gaat ook. Ja, dat klopt. We kunnen ook hele grote vormgeving creëren. Dit is ook van Hymax, maar dit wordt 3D geprint. Hymax is een hoogwaardig kunststofproduct. Daar kan je heel veel mooie vormgeving mee creëren. Organische vormen, ronde vormen. En dat doen we door het te verhitten. Op de juiste temperatuur. Dan leggen we het in een mal. En dan wordt het in een pers in de juiste vormgeving geperst. En wij bouwen daar wastafels van. En je kan daar hele grote elementen ook mee maken. Omdat je het gewoon naadloos kan verlijmen. We zien het hier in het wit. Maar volgens mij heeft Hymax nog veel meer kleuren. Ja, ze hebben een heel groot kleurassortiment. Dit is gewoon een heel mooi voorbeeld van iets wat natuursteenachtig oogt. Ja, leuk man. En ja, hier kun je natuurlijk hetzelfde mee maken. Maar ook groen, ja. De modekleur. Light green, je zegt het maar. Mm-hmm.
blauw. Ja, prachtig. Paars. Hier, emerald. Het is er allemaal. Nou, hier staan we dus voor de kast die in de studeerkamer komt. Overigens zijn er twee, hè? Het is, ja, het lijken er twee inderdaad, maar het is één wandmeubel. Het gaat boven de deuren door, wordt die verder doorgebouwd. We zijn nu de laatste hand aan de kast aan het leggen en hij is echt fantastisch mooi geworden. En klaar om naar de spuiterij te brengen. En als je naar de spuiterij, dan ga je hem eerst helemaal weer demonteren? Ja, hij wordt eerst hier helemaal uit elkaar gehaald. Ja. Alle onderdelen gaan los naar de spuiterij en daar wordt hij gewoon mooi op kleur gebracht. En daarna wordt die direct geplaatst. Mooi man. Hey, en als we hier nu toch staan, hoe is het met de keuken? Nou, gaat ook goed. De keuken wordt ook op dit moment opgebouwd en de laatste hand aangelegd. Dus we kunnen zeggen, we zitten op schema? We zitten op schema. Kijk, dat is wel belangrijk. Zo is dat. Maar ook buiten wordt hard gewerkt. Het tuinontwerp dat Peter Bouw maakte voor Ingrid en Invar wordt gerealiseerd. We staan hier bij het terras. Hier gaan we straks de keramische tegels op aanbrengen. Dit is de Ceramento Belga Blue. Dit zie je aan een toplaag van 1 centimeter keramisch en 3 centimeter beton. Deze gaan we in de terrassen verwerken. En het zusje ervan, de Ceramica Romanga Kingston Black, is een massieve tegel. Is 2 centimeter dik en uitermate geschikt om te leggen op gestabiliseerde ondergronden of voor dakterrassen. Persoonlijk vind ik dit een hele rustige combinatie. Hele natuurlijke look en super tijdloos. Meer daglicht in de badkamer komen en het raampje wat er nu in was, was eigenlijk veel te klein. Aangezien mijn moeder uit Frankrijk komt, zijn we heel veel in Frankrijk geweest en daar heb je van die ossenogen. En dat zijn ronde ramen met hele zinken afwerking eromheen. En nou, het grappige is, nu komt dus dat ossenoog gewoon uit Frankrijk. Dus dat vind ik heel grappig. Inmiddels is er meer overzicht gekomen in de tuin. Nadat het terras is gelegd op de plek waar vroeger het zwembad lag, kan worden gestart met de bouw van de veranda. Bertram ontmoette Mike eerder op een beurs in Amsterdam. Hi Mike, hoe is ie? Ja, prima. Hey, wat een waanzinnig mooie veranda hebben jullie hier mooi, staan. Mooi, hè? Super. Hey, Mike, wat ik nou heel vaak zie, hè, als mensen een goedkopere veranda bouwen van hout, dan zie ik toch na 1 of 2 jaar dat dat hout allemaal gaat werken. Ja, dat klopt. Dat komt omdat die balken massief zijn en ja, dan gaat het krom trekken. Alleen wat we hier gedaan hebben, dat is gelamineerd. Allemaal kleine stukjes met ranti, waardoor de balk altijd recht blijft. En dat betekent dat je dat allemaal op een bepaalde manier verlijmt? Ja, dat klopt. Al die stukjes zijn verschillende soorten met ranti-soorten. Dus ook ja, in de hardheid wat verschil. Zijn supergoed verlijmd, waardoor die ook supersterk blijft. Ja. En wat ik zo bijzonder vind, is aan deze veranda, dat glas ligt bijna vlak. Dat zie je eigenlijk nooit. Nee, de meeste veranden zijn inderdaad altijd schuin, omdat je natuurlijk met het waterafschot zit. Ja. En naast de prachtige, strakke uitstraling, alsnog met glas zijn de platen op afschot gelegd. Het grote voordeel van deze veranda is dat deze helemaal in hoogte op maat gemaakt kan worden, naar de wens van de opdrachtgever. Nou, we hebben hem nu zo om en nabij op hoogte gesteld. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het prachtig. Ja, ik denk dat je alle kanten ermee op kan. Het is niet te hoog. En ja, perfect. Wat vind jij? Voelt wat mij betreft ook helemaal prima. Gaan we hem verder waterpastellen en de staanders monteren. Nou, ja, helemaal goed. Langzaamaan kan begonnen worden met de afwerking van de terrassen. Met handgemaakte XL-potten van TS Collection uit de Casa-serie. Deze keramieke potten worden vakkundig door Peter beplant. Met sterke helleborussen uit de Gold Collection. En een tuin is geen tuin zonder bijpassend tuinmeubilair.
Peter heeft goed nagedacht over kleur en passend design van de meubels. Door lichte contrasten op deze keramische vloer aan te brengen door middel van hout en aderwerk, gaat deze ruimte nog veel meer spreken. Ondertussen vordert ook de bouw van de veranda. Na de break zien we het eindresultaat van de veranda. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Beem, Kemra, Kees Smit en Nelf Paints. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dacia, Jong Enet, Bouwers & Wilkins en TS Collection. De woning van Ingrid en Ingvar is volledig naar deze tijd gebracht en ontdaan van onnodige frutsels. Jim, de trap. Maar ik nou zo ongelooflijk blij mee ben dat jij in staat bent om een trap te maken van het hout, van hetzelfde hout wat we overal in de woning hebben gebruikt. Dat moet geregeld worden, want dan hebben we eenheid in de film als het ware. Heel mooie eiken, licht geborsteld ook weer, nagenoeg geen noesten, waardoor je weer rust krijgt en een eenheid in de aansluiting naar de vloeren boven. Ja. Want je was heel blij met mij, hè? Want ik zei tegen jou, joh, kunnen we een overstekende traptreden maken? En kunnen we dat nou weer verstek zagen? Dat is eigenlijk een massieve trap lijkt. Nee, heel, waar was ik heel, heel gelukkig mee met jou. Nee, want het is onwijs veel werk. Want je moet natuurlijk, zeg maar, twee verstekken moet je maken. Je moet hem om laten vouwen. We hebben een neusje gekozen van 4 centimeter. Dus de voorwerk voor zo'n trap is enorm lang. Ja. Nou ja, goed. En nogmaals, ik ben heel erg blij met die overstek. Want de trap zoals we hem nu gemaakt hebben, vind ik ook heel erg bij de architectuur van dit huis. Ah, ja, waanzinnig. Mooi kan je het niet krijgen. I feel just like a kite, but one without a string, one that is floating around. I don't know what tomorrow will bring. I feel just like a bird, but one without a home. Zoals iedere week brengt Pauline met het aankleden van de woning ook met geur nog extra sfeer in de woning. Nadat de steen een minuut heeft gebrand en is uitgeblazen, doet de lampenberger zijn zuiverende werking. When you say you wanna be free, free to sing, free to dance, free to let someone take the glance. Frank, de badkamer die is opgeleverd. Ja. Dat hebben we vandaag gedaan. Ik ben heel blij mee. Prachtige vloer heb je erin gelegd. Wat ik nou zo bijzonder vind, en ik ken echt geen andere firma die dat zo doet, zoals jij die ook die plinten van die gietvloer maakt. Nou, dat doen we in onze eigen werkplaats. Vroeger werden er met name in sanitaire ruimtes holle plinten gesmeerd in het werk. Maar dat is natuurlijk niet strak. En wij willen het wel naadloos hebben. Dus we maken die plinten prefab in de werkplaats. Die leveren 5 weken van tevoren aan. Die worden geplaatst door een meubelmaatwerkman van ons. En vervolgens schieten wij dat tegenaan. Het is ook ideaal als je even je badkamer wilt dweilen, dat je nooit tegen een stukwerk aan zit. Ook niet met je stofzuiger, die kun je gewoon volle bak tegenaan. Super. Maar wat ik ook heel mooi vind, als ik dan kijk, hè, want je hebt eerst heb je die decoratieband erin gezet. Ja. En dan zie je hoe mooi eigenlijk die vloer tegen die decoratieband weer aanloopt. Ja, we hebben eerst het afschot nog hersteld richting de drain. Ja. En vervolgens hebben we naadloos tegen de panelen aangegoten, waardoor we ook hier geen kit hoeven te gebruiken. Ja. En met afschot, daar bedoelen we mee dat het water wat daar valt automatisch gewoon naar de drain loopt. Ja, dus dat het wel binnen de douche blijft en dat het automatisch naar de drain toe loopt. Ja, dat hebben we zelf moeten herstellen, omdat het vrij moeilijk is om dat in de ondervloer voor elkaar te krijgen. Ik ben er ongelooflijk blij mee. Ik ook, en ik heb gehoord dat de klant ook. Dus dat is helemaal mooi. Ja, top. De aankleding van de tuin die is zo samengesteld dat het een versterking is op alle harde elementen. En dat zijn alle terrassen die er zijn. Dus hoe ga je erop leven? Midden in de tuin waar de zon de hele dag omheen draait, daar staat een pergola op. Daar vind ik dat je wel aansluiting bij moet zoeken, omdat je daar twee dingen tegelijk doet. Je gaat daar dineren, maar je gaat daar ook loungen. Als je daar een mooie lage lounge set neerzet en de materialisering goed afstemt bij het staal
en dat groen en de tegels met de stoffering, dan krijg je daar ook een hele sterke harmonie. En in de eetgelegenheid is het belangrijk dat het tafelblad aansluit bij de aanwezige elementen. En dat is eigenlijk de terrastegel en het staal van de pergola. En als je daar dan de stoelen bij zoekt, dan is het hele plaatje compleet. Je hebt gekozen voor een eenheidssysteem. Ben je daar tevreden over? Ja, Marcel, ik ben zeer tevreden over het systeem. Er zijn behoorlijk wat keuzemogelijkheden vandaag de dag om je verlichting in huis te bedienen. Met name voor dit systeem gekozen omdat we toch voor alle ruimtes in één keer een goed systeem wilden hebben. Inclusief de bediening van de jaloezieën. En dat doet dit. Ja, ik denk de juiste keus een betrouwbaar, veilig systeem en flexibel in te zetten is. Ja, dat is met name wat ik heel erg waardeer aan het systeem, de flexibiliteit. Omdat ik als gebruiker zelf kan beslissen en bepalen hoe ik bepaalde scènes programmeer. Dat betekent dat in een bepaalde ruimte, zoals bijvoorbeeld de keuken, ik verschillende verlichtingsbronnen heb die ik op een verschillende intensiteit wil instellen. En dat onder een scène, onder één schakelaar kan onderbrengen. Of uiteraard vanuit mijn app bedienen. Zo heb je verschillende scènes voor bijvoorbeeld tijdens het koken. Maar als je dan gaat eten, wil je het allemaal wat meer gedimd hebben. Met één druk op de knop, hop, en je zit in die scène. Ik zag dat je in de keuken gekozen had voor de Hume Zero-serie. De Zero-serie is echt iets speciaals. Vlak ingebouwd, een iets ander materiaal, een iets andere kleurstelling. En ja, het eindresultaat is prachtig. Nou Rutger, echt, ik vind het een waanzinnig mooie keuken. Supermooi meubelmaatwerk, prachtige bladen. Ik vind het afwerkingsniveau heel erg hoog. Ik ben er super blij mee. Dit staat weer. Ja. Trots op. Op naar de volgende. Nou, dat wou ik zeggen. Op naar de volgende. Dit vind ik echt prachtig. Een heel mooi meubelmaatwerkkast in het zwart en een kunstwerk erin met een zwarte omlijsting, goede verlichting en je hebt echt het gevoel dat het schilderij helemaal tot leven komt. Maar het kan ook anders. Ingvar en Ingrid zijn heel uitgesproken over het kleurgebruik in hun woning. Omdat zij heel mooi kunst hebben, hebben ze gezegd die komt in onze optiek het mooiste tot hun recht op een lichte wand. Nou, in samenwerking met Nelf hebben we de Designia kleuren verflijn opgezet. En daar hebben we natuurlijk ook een aantal wittinten in toegepast. Maar ook een hele mooie lichte grijs en een hele mooie lichte taupe. Nou, gezien het kleurenpalet hebben we gekozen om die hele lichte taupe toe te passen. En natuurlijk in een hele matte uitstraling. Want als de wand heel mooi mat is, vraagt die heel weinig aandacht. En als we dan de schilderijen ophangen, dan komen die gewoon helemaal tot z'n recht. En hier zie je het effect als je het schilderij op een lichte achterwand ophangt. En je ziet, hij komt op een hele andere manier tot z'n recht. Ingvar, beeld en geluid, dat is wel heel erg belangrijk voor jullie, hè? Ja, zeker. Geluid is wel heel erg ons ding. En dat is ook natuurlijk heel belangrijk bij het ontwerp geworden. Met name omdat de tv-kamer een belangrijke ruimte voor ons is. Nou, we zijn toen al bezig geweest over de boksen. Nou, die boksen van BMW die hebben we natuurlijk helemaal ingebouwd, mij wel bekend. Maar ik weet ook, omdat het jouw hobby is, dat je hier heel erg in verdiept hebt van wat voor boksen gaan we hier nu neerzetten. Het staat er nu kant en klaar, dus ik ben wel heel benieuwd wat voor speakers daar nou achter dat doek zitten. Ja, als je dit ziet, zeg ik wauw. Ja, Bertram, dit is één van de speakers. Ik heb er hier drie ingebouwd. Eén voor de middentonen, één voor links en deze is voor rechts. Ja. Achter in de wand hebben we nog twee speakers en een losstaande subwoofer. Elke speaker op zichzelf is echt een prachtig product. Klankkast geïntegreerd in deze kast. En dit is dan de speaker die in de klankkast gebouwd is met de basreflex, de middentonen. Prachtig product. Ja, wat we heel veel zien, dat mensen überhaupt in het begin al niet zo vaak aan een verlichtingsplan denken. En dan pas als de verbouwing klaar is, helemaal aan het einde, dan gaan ze ook nog eens over audioplan nadenken. Ja, dan ben je natuurlijk veel te laat, want dan gaan door de hele kamer nog de snoer heen. Nou, dat is iets waar jullie eigenlijk vanaf dag 1 ook mee zijn gekomen. Verlichtingsplan, audioplan. Dat vinden we heel erg belangrijk. En dat heeft er ook in geresulteerd dat we dus alles ook prachtig hebben kunnen inbouwen.
Ja, dat klopt. Dat heeft inderdaad de gelegenheid gegeven om op voorhand goed na te denken over hoe je dingen gaat opbouwen, ja, inclusief het geluidsplan. En daardoor is dit resultaat ontstaan. Ja, wat er natuurlijk in zo'n keuken niet mag ontbreken, dat is een Miele koffieautomaat. Nou, dit is een stand-alone. Dit is echt een waanzinnig apparaat. En waarom is dat zo? Omdat je dit gewoon helemaal op je eigen smaak kan instellen. We noemen dit een one touch for two. Dat betekent twee melkbereidingen met één druk op de knop. En natuurlijk kan je ook op dit apparaat je eigen instellingen programmeren. Dit apparaat is heel eenvoudig te reinigen door het Comfort Clean systeem. Het enige wat je hoeft te doen is lekker koffie drinken. In heaven, that's where you'll see me, my love. Ja, we hebben het eigenlijk met name rigoureus aangepakt, maar wel met altijd in de gedachte dat we dit voor langer termijn willen doen. En je ook met heel veel plezier willen blijven wonen. En ja, zo voelt het eigenlijk ook wel. De bedoeling is dat we hier oud gaan worden. You'll see me, my love. Not on the earth. Heeft u bouw- of verbouwplannen en mogen wij uw droomproject filmen voor een aflevering? Of wilt u meer weten over deze aflevering? Kijk dan op de website van Woonvilla naar Droomvilla. To the mountains, my love. Nou Ingrid, het heeft wel wat maandjes geduurd, maar nu staan we hier en de villa is klaar. Want ik kan me namelijk herinneren, toen ik hier in het begin kwam, dat je ook zei, ja, Frankrijk is voor mij wel heel erg belangrijk. Ja, ik had het gevoel van een Parijse loft en dat komt, mijn moeder komt uit Frankrijk en mijn oma woonde daar. En daarom heb ik heel erg van die sfeer kunnen proeven en die wilde ik hier eigenlijk ook weer terugbrengen. Franse roots. Ja. Maar je hebt er ook wat Scandinavische roots in gestopt. Ik ben getrouwd met iemand die inderdaad ouders uit Scandinavië heeft, uit Zweden. En met dit soort lampen, zeg maar, hier heb je ook het karpet, heb je inderdaad ook nog een beetje de Scandinavische touch. Wat dit huis nou zo fijn maakt, is dat het boven gewoon een stuk kleiner is en dat het beneden heel veel leefruimtes zijn. En dan heb je het in ieder geval snel boven opgeruimd. En beneden kun je echt fijn leven van de ene ruimte in de andere ruimte. Voelt echt heel als een deken om je heen. Het is zo ontzettend leuk om met mensen te werken die ook zoveel smaak hebben en ook zo goed weten wat ze niet willen. Nee, klopt. Heel veel woongeluk samen met Ingvar in deze woning. Dankjewel. In heaven. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Woonvilla naar Droomvilla. Tot dan!